Welkom. Op deze video laat ik zien hoe je heel makkelijk documenten kan kopiëren met je computer. Het enige wat je nodig hebt is uiteraard een computer, vervolgens een laserprinter en als naaste hebben we nodig een scanner. Nou, ik ga even beginnen met het aanzetten van de printer. Dat is één. En ik ga even de scanner aanzetten. Dat is twee. En vervolgens zet ik de computer aan. De computer is voorzien van een SSD-schijf. Dus je moet niet schrikken. En hoe snel dat gaat echt razendsnel. Ik zet nu de computer is weer aan. En het opstarten dat gaat, ja, in een, ja, dan duurt dat. Ik heb het niet eens bijgehouden. En hij is ook klaar. De bootlogo verschijnt. En ja, ik heb al een werkend systeem. Nou, de printer reageert en vervolgens gaan we even het documentje kopiëren. Het documentje heb ik al op de scanner gelegd en wij gaan nu beginnen met kopiëren. Ik heb een programmaatje daarvoor. Even kijken, dat heet, ik start het even vanaf de commandlijn, start ik het op. Even kijken. Ik ga er meteen even een videootje van maken. Nee. Nou, laat maar. Dat gaat dan. Doe ik dat later wel. Oké. Het kopiëren van het documentje. Ik heb al de scanner software opgestart met XC. Dat werkt onder Ubuntu. En ik druk op scan. De scanner gaat werken. Het documentje wordt nu ingescand. Als het goed is, komt het documentje nu uit de printer. Dat is één. Op naar het volgende document. Even de scanner opnieuw om de documenten op de scanner leggen. En zo. Oh. En hetzelfde ritueel. Ik druk op copy of op scan. Het documentje wordt ingescand. En automatisch komt het documentje zo meteen uit de printer. Zo gaat het printen in zijn werk. Het is niet moeilijk met deze tools. Een gewone computer, een laserprintertje en een scanner kom je al een heel eind. En als je dat gebruikt met Ubuntu, kan je dat allemaal gratis installeren. Wil je meer weten over Ubuntu? Volg dan dit YouTube kanaal
Bedankt voor het kijken.